vandaag ben ik voor één dag voorzitter van de Eerste Kamer. En ik neem de functie van Ankie Broekers-Knol symbolisch een dagje over. En dat doe ik in het kader van Wereldmeisjesdag. En juist de politiek is natuurlijk een hele belangrijke plek, omdat politici het beleid maken wat invloed heeft op meisjeslevens wereldwijd. Hallo. Hi, Marjolein. Hallo. Dag, Marjolein. Leuk dat je er bent. Ga zitten. Welkom. Nou, dankjewel. Ik ben Ankie Broekers, ik ben de voorzitter. En jij komt vandaag eens eventjes meelopen. Ja. Overnemen. Ja, een zekere maat. Ja. Hoi, hallo. Hoi, Marjolein. Nou, toen ik klein was, wilde ik kinderboekenschrijfster worden. En het mooie aan verhalen vind ik dat alles mogelijk is. In mijn verhalen bestonden geen meisjes die niet naar school mogen omdat ze moeten helpen in het huishouden. Geen meisjes die uitgehuwelijkd worden voor hun 18e. En ook geen meisjes die besneden worden. De harde realiteit is dat bijna 18 jaar na die eerste verhalen in dat schriftje, dat die nog steeds plekken op de wereld zijn waar die meisjes dus wel bestaan. Ik vond het echt super inspirerend om voor één dag voorzitter van de Eerste Kamer te zijn en van zo dichtbij mee te mogen maken hoe het is om even de baas te zijn.